De winnaar van de Theodor 2015 is Marieke Hebing. Ontzettend blij. Heel erg blij. Ik vind het een eer, Halina, Chris en Maria, om met jullie genomineerd te zijn. Medea doodt haar kinderen. Iets wat ik mij niet kon en eigenlijk niet kan voorstellen. Ik heb er lang over nagedacht en uiteindelijk de sleutel gevonden in uitsluiting. Dat je als mens, als vrouw, als moeder, als werknemer wordt uitgesloten. Een belangrijke zin is: je wilde maar niet luisteren. Naar mij wordt wel geluisterd. Door de mensen waar ik van hou, door mijn kinderen, aan wie ik deze prijs opdraag, door mijn liefste vriendin en vrouw Lieneke Rijksman, door mijn zussen Annette en Babette. Ik dank al mijn collega's met wie we deze voorstelling samen gemaakt hebben. Ik ga nu niet alle namen opnoemen, omdat ik ze niet heb opgeschreven en ik wil niemand vergeten. En ik dank Simon Stone, met wie wij samen dit avontuur zijn aangegaan. En ik dank ook de vader van mijn kinderen, die tijdens het repetitieproces voor het eten heeft gezorgd en gezorgd dat ik dit kon doen, ondanks al die absurde repetitietijden. Mijn toneelvader is Teu Boermans, daar heb ik het van geleerd. Hij heeft uitgelegd dat spelen niet voelen maar denken is en hoe je dat moet connecten met je innerlijk. Daarna kwam Gerard Jan, die mij de totale vrijheid gaf. En daarna kwam Ivo van Hoven, die mij laat zien wat ik zelf kan en wat ik bij kan dragen aan de betekenis van een voorstelling. Ik hoop vurig dat daar vele vrouwen bij komen. Het wordt tijd dat de vrouwen ook posities met macht gaan pakken, ook binnen het toneel. Dat gaat komen. En ik zal zelf zorgen dat ik één van hen ben. Dank u wel. De jury, bedankt!